Als we breder gaan evalueren, gaan we ons richten op de ondernemende vaardigheden van onze kleuters. Deze zijn doorzetten, plannen, samenwerken, evalueren en ga zo voort. Om deze vaardigheden bij onze kleuters te zien, moeten wij activiteiten voorzien waarbij deze ondernemende vaardigheden zichtbaar worden. We gaan dus hun zelfsturing moeten stimuleren. Om de kleuters te betrekken bij dit evalueren, is het belangrijk het vierstappenplan te volgen. Hierbij is het eerste doel het selecteren en communiceren van een doel. Dit doel gaan we heel concreet maken voor onze kleuters. De tweede stap is dit doel visualiseren. Dit kan je doen door bijvoorbeeld het doel duidelijk te maken aan je kleuters door een toneeltje, een verhaal, een stappenplan, een liedje en ga zo maar door. We plaatsen na de voorstelling het doel op onze kwaliteitsmuur. Dit is een vaste plek die op hoogte is van onze kleuters en het doel concreet weergeeft. Bij de derde stap van ons vierstappenplan gaan we onze leer- en leefomgeving laten aansluiten aan dit doel. Hiermee bedoel ik een hoek inrichten waar kleuters de vaardigheid kunnen oefenen om zelf hun jas aan te kunnen doen met oog op ondernemende doelen. Hierbij is het belangrijk dat we ons niet blind staren op het resultaat. En dat is hier zelf de jas aan doen. Maar dat we gaan nadenken over de vaardigheden die nodig zijn om tot dat doel te komen. De vierde stap is misschien wel de belangrijkste. Het begeleiden en opvolgen van het proces. Dat is wat maakt dat we breder gaan evalueren. We gaan kijken naar de ondernemende doelen en deze benoemen. Dat begeleiden en stimuleren op een groeigerichte manier zorgt dat kinderen leren wat ze fout deden of juist.